Mooi, mooi mensen, Pater is hier. Was weer aanwezig. Welkom op La Vallier. La Vallier. Zoiets. En dan. Nog wat. Goed. Dit is eigenlijk een kaart die ik gewoon heb gedownload, gewoon heb even zitten kijken en toen besloten heb om niet meer verder te gaan zoeken naar een andere leuke kaart. Ik heb meneer Van Buten weer horen klagen over de Noordfries. Ik denk nou potverdorie, nou wil ik zelf ook even kijken. En nou, ja, ik denk, het is veel te klagen, dus ja, ik wil zelf ook even, ik ga niet beoordelen als ik het zelf niet heb gezien. Nou, en geloof mij, echt, die man die klaagt veel te weinig. Dat is veel te weinig. Jezus, wat een kutkaart zeg. Ja. Waar de normaal de biodiesel wordt gemaakt, daar staat helemaal niks. Maar je moet het land kopen en de fabrieken kopen. Het is niet en-en, hè? Het is en-of. Niet allebei. Maar goed, die Daniel die heeft alles en-en gedaan. Dus en betalen en. Het is ook nog niet eens goedkoop. Het is godverdorie hartstikke duur man die rommel. Ja. En betalen en dagelijks betalen en... ik ga daar 5 miljoen niet eens genoeg. Ik denk pleurt op, ik gooi er wat geld op. Ik had de 1,2 miljoen waren zo weg. Ja. Ik pleurt op, ik koop hem gewoon los, ik zet er gewoon geld op. Ja. Deze heb ik even verplaatst. Die stond wel aardig dicht aan de rand. Deze heb ik ook verplaatst om hierbij te kunnen. Hey. Wacht even, als ik nou deze even wegzet. Deze JCB heb ik, Tune JCB, die heb ik, dat is een matje, dat is ook een matje. Case in case. Dat is gewoon een JCB vasttrek trut. Oh, bevestig case in case, nee, case in case hoef ik niet. Nee, ik zat al te denken, bevestig, is gewoon een JCB hoor. Ja, ik wou weer eens een keer een JCB jakkeren. Er zit natuurlijk niks in. Heb ik weer. Ja. Ik heb de Noordfries 2.0 nog wel, hè. Ja. Oh ja, hier is het. Noordfries 2.0. Hier gaan de hekken automatisch open. Goed. Ja, ik zat daar een beetje mee. Je moet alles zelf, de landscaping moet je op een gegeven moment zelf doen. Alles zelf plaatsen, fabrieksterreinen zijn helemaal leeg. Er zit enorm veel verkooppunten in, ja. Maar wat heb ik nou aan een verkooppunt als ik niks kan maken? Dus je krijgt je 1,2 miljoen en dan moet jij het allemaal mee doen. Nou, veel geluk. Een klein fabriekje.
met grond. Dan ben je meer dan 600, bijna 700.000 euro kwijt. Ja, dat is net iets meer dan de helft wat je hebt. Ja, je moet je eigen boerderij kopen. Ja, hier zit ook een foutje, ik weet het. Een heel misselijk grote foutje. Big bag. Moeten we 1000 kilo hebben? Past daar niet zo in. Kun ik een big bag 2000 kilo nemen? Deze is 900. En het zaad is 900. Oké. Okay. Ja, deze is 900. 1000 liter. Ja. Ja, wat gaan we doen? Dit is moeilijk hoor. Gaan we 1000 liter nemen of 2000 liter? Voor hetzelfde geld. Als je Hoofdbergman hebt gespeeld, dan staat deze er automatisch in trouwens. Of tegenwoordig ook, dat weet ik niet. Maar deze is volgens mij van de Hoofdbergman. Ja. Ik weet niet hoor. Ik denk dat ik het toch niet goed doe. Maar we kopen deze. Ja, meestal doen we het toch niet goed. 2000 liter of 2000 liter. Ik weet het meestal niet. Even laten zakken. Dan druk ik op een editje. Ja, nou heb ik natuurlijk dat ding daar staan, hè. Ja, dat zal waarschijnlijk het probleem zijn geweest. Ja. Nee, als de grote man, de modmaker Daniel, doorgaat met waar hij nou mee bezig is, ja, dan snap ik hem volledig. Ik snap hem echt volledig, nou, zoals hij nou, als het nou de kaart is, maar ik heb nog niet eens alles bekeken hoor. Echt niet. Ik heb even gekeken en ik vond het echt. Ja, hij klaagt veel te weinig. Echt, dat, maar dit is gras, hè, jongens, gras. Hij was zo bar slecht, echt. Ik wou dat ik nooit had gekeken. Oeh. Ja, als je gewoon had geluisterd, dan had je niet gekeken, Bartes. Hij is niet, ja. Nou goed, ik ga straks gewoon weer door met Scum spelen. Helemaal gek van Scum. Helemaal, volgens mij vergeet ik wat gek. Als je een zaaimachine aanzet, is misschien ook eens een makkelijk. Als je gaat zaaien, tenminste. Ja, ik weet niet hoor. Ik ken het spel natuurlijk niet. Dus ja, als je zaaimachine aanzet, zal het misschien wel makkelijk zijn. Ja. Maar goed, dat hoef je er bij de Noordfries dus ook niet te doen. De zaaimachine. Nou, daar heb je geen geld voor. Nee, voordat je kunt zaaien, heb je land nodig. En landprijzen met dat soort bedragen. Je kunt net dat eerste begin de starterslandje kopen. En dan houdt het op. Ja, geen geld meer. Je kunt misschien een klein trekkertje kopen. Ja. Maar echt productie draaien kun je dus niet. Nee, je hebt geen,
geen grond te doen en zo, je kunt geen productie draaien. Want je hebt gewoon niks. En wat je niet hebt, kun je niet gebruiken. Het is zo simpel, hè? Ja. Gaan we nog eens een keer over hetzelfde stukje heen. Want ach ja, waarom ook niet? Oh. Nou, ja, ik heb die rotorhead er nog op zitten. Ja, die zat erop, dus die gaan we dan ook gebruiken, hè? Ja, dit is wel knap lastig eigenlijk. En kijk, dan gooi ik hem omhoog en dan mis ik een stuk. Is te lastig. Wij pakken alleen de saaimachine. Kijk, is er nou niks in? Als ik nou niet had geploegd. Ja, je bent er een van het ploegen. We straks wel weer gebruiken. Oh, we hebben daar ook nog een cultivator staan. Maar dan hebben we deze die remke eigenlijk helemaal niet nodig. Ja, je kunt ook met dit soort spul op de Noordfries gaan zitten natuurlijk. Ja, maar ja, dan is de vraag hoe lang wil je met één hoe lang wil je met één veld zitten doen? Ja, ik heb, sorry mensen, ik heb echt gekeken, ik heb het echt geprobeerd. Maar als ik 5 miljoen in 5 minuten kwijt ben. Ik kan je de opnames ook niet meer laten zien, want ik heb ze al gelijk verwijderd. Ik was een beetje pissed off. Oh nee, net op het netjes Nederlands, hè? Netjes Nederlands. Pist op. Ik heb er niet in de boek gepist of zo. Nee. Ik vond het gewoon niet erg leuk. Heel jammer. Voor de mensen die het wel spelen, heel erg respect. Nee, niet van mij weer. Als ik mij wil dood erger, hebben we wel andere spelletjes. Ja. Zet. Satisfactory speel ik ook nog. Als je dood wil ergeren. Verdorie, en dan wil het weer niet. En dat lukt weer niet. En dat gaat weer niet. En. Ligt niet aan het spel hoor, als het niet gaat. Nee. Nee, dat het steeds niet gaat. Het ligt echt niet aan het spel. Het spel is fantastisch. Vooral als je de experimenteel gedeelte hebt. Ja. Het is gigantisch mooi. We hoeven geen miljarden uit te geven om een stukje graan in de grond te krijgen. Nee, daar kun je gewoon alles zelf bouwen. Ja, ja, je moet natuurlijk wel onderdelen hebben. Dus je moet wel productie draaien. Oh, doe ik nou weer precies hetzelfde. Dus, ja, maar ja. Ik ben dan bezig en tegenwoordig heb je ook nucleair power en dat geeft dan een heleboel power. Dat geeft dan zoveel power dat ik het niet aan kan. Ja, nou ja, dat is het karakter dan, het spel. En vervolgens ga ik dan weer op zoek. Waar is de kist, waar ben ik gestorven? Ja, maar dat gebeurt aardig vaak. Dan gaan we dus ook niet meer. We gaan even wat rustiger aan doen. We spelen scum. De dames zitten erin. De base building zit erin. Waar iedereen op heeft gewacht.
Ik vind het fantastisch. Basebuilding is met materialen naar beneden gegaan. Dus ja. Ik snap eigenlijk niet waarom ik dit allemaal ga doen. Dat zaaien. Gras inzaaien. Het geeft wel rust trouwens hoor. Het is wel even lekker rustig. Want dit is ook een kaart waar je niet echt mee wil spelen. Als dit een wedstrijdkaart is, nou dan wens ik ze heel veel succes. Dit is van Alex en Hugo. Ja, nou ja, dat spreek je dan weer anders uit natuurlijk. Want het zijn Fransen. Ja, dat heb je met die Fransen. Weet je nou dat het Fransen zijn? Nou, heel simpel. Ik kan die naam van die kaart niet uitspreken. Nee. Er zitten een paar foutjes in wat mij doet besluiten dit niet te gaan spelen. Maar dit is kaart nummer 6. Oh, 5-6 of zo. Ja. En ja, ik ga hier ook niet. Nee, ik ga echt niet met deze doen. Ik zal je ook even laten zien waarom. Ja, daar stappen wij uit. Wij pakken de kaart erbij. Dat is erg klein. Wij pakken de grote kaart erbij. Ik weet niet of je het kunt zien, maar als je heel goed kijkt, hè. Ik zal even hierheen gaan. Als je hier goed kijkt, dan kun je zien dat de kaart er is. De winkel is. Buiten de kaart, dan staat er nog een plekje buiten de kaart. Dan staan er nog wat woorden naast. En daaronder staat bij Alex en Hugo. En nog wat meer. Ja, goed, we gaan gewoon hierheen. Als we beginnen, dan beginnen we zo. Ja, dat heb ik natuurlijk niet. Ja, daar staat de winkel. Dit is de kaart, daar staat de winkel. Oh, dat is die zal. Oh, dat is wel leuk. Maar je kunt hem dus niet resetten. Kijk, die kun je resetten, maar die dus niet. Nou, dat is jammer. We hebben gelukkig niet zoveel fruittypes. Dat is heel mooi. Er groeit wat. Dat is ook heel mooi. En er moet ook nog wat bemesten. Of geploegd worden. En dat groeit er. Daar groeit ook wat buiten de kaart. Maar ja, kan gebeuren. Ja. Maar dat maakt me in principe niet zoveel uit. Een heel diep gat. Daar ga ik echt niet meer de trekker af hoor. Het durven veel, maar in-game durf ik nog meer dan in het echt. Maar. Ja, dat gaan wij niet doen. We zijn hier aan het werk. Potverdomme. Oh, in het water stromen. Ja, is jammer dat je dat er niet heeft. Oh nee, ze verstaan me toch. Maar ik vind het jammer dat ze dat er niet even uit hebben gehad. Even er langs gelopen. Jongens, doe dat dan even. Voor de rest, ja, het is aardig klein. Maar, ja. Oh, en dan ga je niet open. Trut. Maar kijk, eens, mooie startgereedschap. En erover nagedacht, hè. Wij kunnen dus gewoon gaan oosten. Wij kunnen gaan waaien. Ja, denk erop, daar is over nagedacht. Wij kunnen gaan schudden. Dus we krijgen hooi, schudden. Maar we kunnen ook gewoon gras. We hoeven dat schudden niet te doen. Dan kunnen we ze op railtjes leggen. En we kunnen ze rollen. Er zijn weinig kaarten waar ik dit op een rij zie staan. Als ze deze vier allemaal hadden. Of iets gelijksoortig. Dat vond ik al heel wat beter.
Nee, een spuit. Dat is, dit, ja, dat is heel, ik vind het gewoon goed. Dat is mooi. Ik vind het, nee, ik ben het serieus. Ik vind het netjes. Oh, jij mag trouwens zakken, chef. Goed zo. Dat vind ik wat beter. Dan gaat bij vier cilinders wat heel. En een trekker met dingen en een kar. Nou, voor de rest heel goed gedaan. Ik vind het echt heel mooi. Jammer van het hele diepe gat, maar ja, dat zal wel bij jullie in de buurt zo zijn. En ja, ik denk toch dat we de brandweer gaan bellen. En het leger. Om hier, kijk, het is helemaal zwart achter hier aan. Zoveel water hebben ze nou. Het is gewoon wateroverlast. Gelukkig kan die huisjes niet in. Zwart achter, het is wel erg zwart hoor. Ik hoop dat je mij nog kan horen. Tussen dat water door. Aardig veel water hier. Ik denk dat het een waterval is ofzo. Nou ja, het spuit de huisjes nog niet uit in ieder geval. Dus zolang het maar in die huisjes blijft. Vind ik het nog wel redelijk. Goed. Ik heb gezaaid. Ik heb geen kunstmest gegooid, want ja, we hebben geen kunstmestbak. Koeien gaan we niet doen. Nee, ik wou schapen doen. Dit is de tweede map al zonder schapen. Nou, schijnbaar hebben we geen schapen. Een diep water gaat. Dus we kunnen zwemmen. Nee. Gaan we niet doen. Borden staan dat. Gaan we niet doen. Bedankt voor het kijken. En sorry van het geklaag van mij. Maar ja. Meneer had wel heel erg gelijk. En ja. Ik heb nog wel meer gedaan, maar daar gaan we het er niet over hebben. Ik ga het er niet meer over hebben. Ik vind het best. Ik heb mijn beklag gedaan. En tot de volgende keer. Mooi.